Goeiedag, dit is het vernieuwde weekoverzicht van week 23 met daarin... CDA en Gulpen Wittem eist dat het hele college van burgemeester en wethouders vertrekt. Circus Berani maakt horrorweek mee. En we mochten afgelopen week weer naar de stembus. We beginnen met deze man, Roger Kratsporen, over het zwembad Mozaqua. Want het CDA en Gulpen Wittem eist dat het hele college van burgemeester en wethouders vertrekt. De partij heeft nieuwe documenten in handen waarin zou staan dat de plannen voor de woningbouw op het terrein van Mozaqua al klaar lagen voordat het onderzoek naar de toekomst van het zwembad af was. Vrijdagochtend rond 10:30 drukt het CDA op de verzendknop. Ze versturen het persbericht waarmee ze de toekomst van het college van Gulpen Wittem ter discussie stellen. De fractie heeft die week via een anonieme bron documenten gekregen. De documenten zijn opgevraagd door een verzoek te doen op de wet Open Overheid, waarmee burgers stukken van de gemeente kunnen opvragen. Het CDA heeft deze stukken in handen. Het gaat om tekeningen van woningen op het terrein van Mozaqua. En die tekeningen zouden al gemaakt zijn voordat het onderzoek naar de toekomst van het zwembad af was. Om te verifiëren of de documenten echt zijn, stapt de partij naar de raadsgevier, die in dienst van de raad is. En toen kregen we in één keer donderdag, kregen we van de raadsgevier kregen we een telefoontje, want die had een deel van de stukken, een beperkt deel, had hij kunnen zien. En die viel zowat van zijn stoel af. En toen wisten we van ja, nu moet het echt, dit kunnen we niet meer mee wachten. Dat er nu eindelijk eerlijk, open en fatsoenlijk openbaar bestuur wordt gevoerd, wat de mensen recht op hebben en dat ook dus in deze zin, in het verlengde daarvan, ook Mozaqua dan een eerlijke kans natuurlijk krijgt. Kan dat nog met dit college? Vanuit mijn mening absoluut niet. Oppositiepartij Pro heeft vooral vragen naar de nieuwe documenten. Zouden we ook wel heel graag antwoorden op hebben. En met name van ja, wie heeft wat geïnitieerd, wanneer. Hè? En de hamvraag voor ons is, als die tekeningen daar liggen, en die tekeningen zijn voor ons eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, want het zijn ruwe schetsen. Waarom heeft het college besloten om die achter te houden? Het is ontkend dat de stukken er waren. En het is ontkend dat die informatie er was en dat het eerst in het dossier had gezeten en nu niet meer. En dat is heel kwalijk natuurlijk. Het college hebben we gisteren gevraagd om een reactie. Die willen ze niet geven. Ze zeggen we gaan dinsdag tijdens de reguliere collegevergadering het erover hebben. En dan horen wij wel dat er daarna waarschijnlijk een reactie komt van het college. We hebben ook de coalitiepartijen gevraagd om een reactie. Fractie Fransen die zegt dat ze voorlopig niet willen reageren, althans niet inhoudelijk. Ze zeggen we gaan nu nog niet meedoen aan het modder gooien, want wij willen eerst die stukken waar het allemaal over draait, willen wij eerst zelf inzien. En dan drie keer ander nieuws. Te beginnen in Meersen. Het was een week die de circusartiesten van Circus Berani niet nog een keer willen beleven. In 2 dagen tijd 2 keer ingebroken. Er werd ruim 15.000 euro aan cashgeld gestolen. Dat gebeurde zelfs tijdens een voorstelling. Ja, wat doet dat voor mij? Alles is weg. We moeten alles nog betalen. Je bent niet zeker. Weil hier laufen kontinuierlich Menschen langs mit Hunden. Wir sind hier acht dann bezig. Sondern sie laufen doch bei Dag, brengen sie durch den Rahmen in de Waren. Dat ze zoveel steun zouden krijgen van mensen uit het hele land, hadden ze nooit verwacht. We hadden daar niet mee gerekend. We hadden er mee gehoopt dat als we misschien voor de komende paar weken wel wat hebben, zodat we kunnen tanken, boodschappen kunnen doen, de vaste kosten gewoon kunnen betalen, dan hadden wij al blij geweest. En dan nu om te zien hoe hard het ineens gaat en hoeveel interesse er überhaupt in is en alle mooie woorden erbij. Dat is toch echt wel ongeloofwaardig.
1000 woningen in Limburg krijgen een zogenaamde woningscan. Ze kunnen dan gratis laten onderzoeken hoe ze hun pand beter kunnen beschermen tegen het water. In het Heuveland vallen de gemeenten Meerssen, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul onder dit proefproject. Ja, we hebben nu samen met WRL waterscans vormgegeven. En dat betekent dat adviseurs bij u op het pand komen kijken wat je kan doen om het water buiten te houden. En dat zijn niet zomaar adviseurs. Dat zijn adviseurs die dat al jaren bijvoorbeeld in België doen. Waar de wetgever zegt, je moet een waterlabel hebben voor je huis. Dus er is expertise vanuit de Belgische kant. En die zetten we nu in hier in Zuid-Limburg. En komt iedereen daarvoor in aanmerking om zo'n scan te laten uitvoeren? We hopen op termijn wel, maar op dit moment hebben we een aantal pilotgebieden aangewezen. Want we willen die scan nu uitvoeren en straks gaan fine-tunen. Ja, WRL gaat nu aanschrijven in het pilotgebied. Dus mensen hoeven zich nu niet zelf aan te melden. Er zullen ook mensen zijn die nu nog niet in het pilotgebied zitten. Dus die moeten nog heel even geduld hebben. Mensen die wel in het pilot zitten, krijgen keurig een brief van ons. En zometeen komen we nog even terug op de woningscan, maar eerst, afgelopen week mochten we weer een keertje naar de stembus. Dit keer voor de Europese verkiezingen. Waar hebben we op gestemd? SP, Socialistische Partij. Dat deel ik niet met de camera. Nee? Nee, echt niet. Nee? Ja, dat zeg ik helaas niet. Nee? FVD. Ik wilde een anti-Europa stem uitbrengen. Omdat ik eigenlijk vind dat Europa veel te veel macht van Nederland afpakt. In het algemeen van alle Europese staten, zeg maar. Ja. Dus ik dacht van, ik wil dat tegengeluid, dat mag best gehoord worden in Brussel. Was het een lastige keuze? Ja, zeker. Ja. Veel partijen die meedoen, veel kandidaten die meedoen. Wel moeilijk. Maar je bent er toch goed gekomen. Het is altijd heel erg spannend om mee te doen aan verkiezingen. En je hebt natuurlijk heel lang campagne gevoerd, geflyerd. Dus altijd afwachten van wat het resultaat gaat zijn, zeker. Ja. Ga je nog campagne voeren vandaag? Ga je nog iets doen? Hoe ga je het je dag eruit zien? Ik heb nog een paar laatste stapeltjes flyers. Ik ga de mensen nog aanspreken. En ik ben vanochtend al bij het station in Maastricht geweest. Dus we maken nog even meter. En nou, afwachten. Ja. De Nomade, het nieuwe boek van schrijfster Anja Nuire uit Mechelen, kwam deze week binnen op nummer 1 in de bestseller 60. Dat is de officiële bestsellerlijst van Nederland die elke week wordt gepubliceerd. Het gebeurt niet vaak dat een boek meteen op nummer 1 binnenkomt in de bestsellerlijst. Naast deze mijlpaal werd ook haar vorige boek De Camino afgelopen week weer bekroond. Ze kreeg een gouden boek omdat De Camino meer dan 200.000 keer verkocht is. Hele bijzondere gebeurtenissen waarvan ik echt zoiets heb van ja, dat moet ik wel eens even laten landen. Ik moet eens even naar het bos gaan, wat mediteren en nadenken over wat gebeurt allemaal nu. Met mijn boeken. Want je hebt nog niet het idee dat het helemaal binnenkomt? Nee. Dat had ik ook afgelopen donderdag niet. Toen mij dat werd uitgereikt, dacht ik van jeetje. Het is zo onwezenlijk. Rechts en links, zover als we konden kijken, blokkeerde een metershoge ijzeren hekwerk onze weg. En tijdens ons discussieprogramma Nieuws aan Tafel gingen de panelleden in discussie over die woningscans. Peter Visser van Stichting Natuurlijk Geuldel vindt vooral dat de overheden het eerlijke verhaal moeten vertellen. Woningscans zijn een goede manier om mensen bewust te maken van mogelijke oplossingen voor het water. Jij zei eens een goede manier. Ik druk op de knop. Ja, ik ben het wel mee eens. Hoewel ze na 2021 het wel weten, denk ik. Maar toch goed om dan nog eens met een neus op de feiten te drukken. Om als het maar meer is dan alleen zeggen van god, je loopt gevaar zoveel of je loopt geen gevaar. Als er meer adviezen gegeven worden van luister, als je zit in die straat, hou dan rekening met dit en dat. Dus ook technische adviezen, want heel veel mensen die weten vaak niet wat ze moeten doen als dit gebeurt. En dan overvalt dat. Dus als je daar ondersteuning bij kan bieden, bij die scan. Want als het alleen een scan is, dan vind ik het te weinig. Geef de mensen hulp om te bekijken wat ze kunnen doen. En geef het eerlijke verhaal ook gewoon. Heel duidelijk, als je in die straat ligt en we krijgen weer 2021. Hou er rekening mee dat je weer een probleem hebt. Want de oplossing zal niet in Valkenburg kunnen plaatsvinden. De oplossing kan alleen plaatsvinden in het hele Geuldal met de hellingen erbij. Dus het hele stroomgebied. Daar wordt aan gewerkt door het waterschap en organisaties. Daar is de oplossing te vinden om niet meer zo'n overstroming te krijgen. Daar moet keihard aan gewerkt.
En iedere week zendt Heuveland Vandaag een themaprogramma uit na het Heuveland Nieuws. Deze week was dat hoogstpersoonlijk met Remon Clement. Hij is cabaretier en bestuurder van maatschappelijke organisatie MIC en PIW Groep. Remon gaat in het programma in op zijn jeugd. Het is voornamelijk die beide foto's, omdat het een en moet altijd twee zijn. Hè, Maurice, N is twee. Dit is een aanklacht tegen de binnenhuisarchitectuur van de vroege jaren 80. Geweldig. Het is toch schandalig dat we in dat soort omstandigheden zijn opgegroeid. Geweldig. Echt. Je zou... Hoe oud ben je op die foto's, schatje, ongeveer? Jaren 80 zijn? Ik denk dat rechts moet ik ergens een jaar of 6, 7 zijn, denk ik. En de andere een jaar of 8, 9 met dat voetballetje. Staat daar een trotse voetballer? Nee, daar staat een redelijk beschaafde voetballer. Ik ga het ook eerlijk met je delen. Ik woonde in Landgraaf. Mijn ouders woonden in Schaarsberg. En ik mocht voetballen bij Colonia. Dat Colonia, nog, ja. Dat VVW Schaarsberg. Ja? Ik denk dat ik heb een half jaar mogen voetballen bij het E2. En dat had ermee te maken dat er geen E3 was of geen G11-tal. Anders was ik daar in... In die tijd was dat niet. En dit is echt gebeurd. Zweer het op veel dat mij lief is. Na een half jaar zei de trainer, Remon, er zijn ook andere sporten. En dan gaan we naar maandag, want dan is het feest in Margraten. Dan wordt Drijker om der Put gevierd. Leuk detail is dat de afgelopen weken die put gerenoveerd is geworden. Dus het wordt Drijker om der gerenoveerde put. En maandag na het Heuveland Nieuws is ons themaprogramma Tussen Os Gezag en Gezwegen, waarin Patrick en Ton naar Vaals gaan om daar te gaan glasblazen. En ik kan al met dit stukje boetseren. We gaan het doen nou binnen 1 minuut. Kijk eens, daar hebben we die massa die ik nodig heb. Ik ga hier naartoe. We pakken een klein tangetje. Dat is deze. En daar gaan we hem nou afwerken. Daar gaat hij. We pakken de oortjes, we pakken de manen. We pakken de benen. Nog één. Alles op zijn plekje. En de achterste twee. Nog eentje. Even kijken of de lengtes goed zijn. En staartje bij. Ik kan buigen. Ik snij de lengtes af. En dan moet die staan. Even check. Yes. En daar is die. Ja, en tot zover het vernieuwde weekoverzicht. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Fijne dag nog. Dag.